komende jaren gaan we baan voor baan het verlichtingssysteem vervangen. Dan halen we de oude spullen weg en dan plaatsen we de nieuwe spullen. Daarnaast gaan we op de toren de werkplekken van de verkeersleiders aanpassen voor het nieuwe systeem. Wat nieuw is met dit systeem is dat wij de verlichting automatisch kunnen aanpassen op weersomstandigheden, op zichtomstandigheden. Dat betekent dus als er mist op komst is, dan triggert het systeem automatisch de gebruiker van dat het verlichtingsniveau omlaag of omhoog moet. Dit zorgt voor aan de ene kant een veiligere operatie en aan de andere kant ook een besparing in energie. Op Schiphol zit de baanverlichting zo'n beetje overal op het landingsterrein. Overal waar we banen hebben liggen, zitten putten. In die putten zitten onderdelen van dit systeem. Daarnaast zit het systeem in baanstations en ook op de verkeerstoren. Dit zijn locaties die 24 uur per dag in gebruik zijn en daardoor lastig te bereiken. En daar zullen we dus de komende jaren heel slim mee om moeten gaan om erbij te kunnen komen. Het voordeel van dit systeem is dat het gewoon goedkoper is, zowel in aanschaf als in onderhoud. Ten opzichte van het vorige systeem besparen wij zo'n 70% van de totale kosten over de hele levensduur van het systeem. En dan gaat het echt om miljoenen. Een ander voordeel is dat het zich al bewezen heeft op andere luchthavens. En dat is heel erg belangrijk, aangezien dit systeem van belang is voor de continuïteit van Schiphol. Dus we profiteren ervan dat het op andere luchthavens al uitontwikkeld is.